Ja, maar wat een jezus. lekker woordje ook. Maulworf. Ik vind het lekker. Net zoiets als smetteling. Ik vind dat echt een lekker woordje. Ja, nee echt maulworf. Ik heb geen trommelvlies meer over, maar we gaan door. Ja, oké. Okay. Dit is Tunnelvisie de podcast. Hartelijk welkom bij een nieuwe aflevering van Tunnelvisie de podcast waarin we ditmaal aflevering 6 van de Mol België 2021 seizoen 9 gaan bespreken. En wij zijn ditmaal gelukkig weer Corne, Ja hoor. Siem en ik ben Sam. Mannen, hartelijk welkom. Ja, gezellig Hello. weer. Fijn. Zo, we zijn er weer. Beetje uit kunnen rusten Siem? Ja, zeker. Nou ja, rusten. Ik heb goed geslapen. <laughs> gelukkig, gelukkig. Nou, dat is in ieder geval iets toch? Precies. Laten we het dan maar gaan hebben over aflevering 6, uh, die de quote had, Ich bin ein Berliner, van John F. Kennedy natuurlijk. Nou ja, ik roep eigenlijk al zes afleveringen lang, uh, die quotes, daar kan ik niks uithalen. Oh, want, echt? ik heb eindelijk wat uit die quotes kunnen halen. Eindelijk. We beginnen oh. met de quote van aflevering 1. en dan pakken we van iedere quote, pakken we de eerste letter en de laatste letter. Dus alleen van de quote zelf. Aflevering 1. Aller ja. aanvang ist schwer, gilt in jeden Wissenschaft. Dan hebben we de A en de T. Aflevering 2. Sie nu die richtige tasten in richting een moment beruren. hebben we de S van Simon en de N van Nico. Aflevering 3. Es gibt nichts schöneres als das mysterieuze. De E. En nogmaals de E. Aflevering 4. Was voetbal is een simpel spel en op het einde winnen de Duitsers. Daar hebben we de V en de S van is wel fijn dat er een keer Nederlands uh, tussen zit. Nou, precies. <laughs> hoef ik mijn bek niet te breken. Inderdaad. <laughs> uh, aflevering 5. U macht den meister. Daar hebben we de U en de R van. En aflevering 6, die we nu aan het bespreken zijn, die heet: Ich bin ein Berliner, de quote. Daar hebben we de I en de R van. Nou, dan hebben we dus een A, T, S, N. Double E, V, S, U... R-I-R. Nou, klinkt... Oftewel... wel adsneef surier. Nou, dit nou, is de int. Exact. Nee. Ja. Als we die letters nou een beetje husselen... dat moeten we wel even doen. Dan komt daar alvast uit Sven. Is. Dan krijgen we een vraagteken. Dan ER. Dan een vraagteken. Dan AU... Dan drie vraagtekens, een echt en een vraagteken. Daar kan uitkomen: Sven is der Maulwurf, oftewel Sven is ah. Mol, maar dan in het Duits. Goed gedaan. En daar hebben we nog exact zes letters voor nodig. Dat zou betekenen dat we in aflevering 7 nog een quote hebben. Nou, dat, dat zal wel gebeuren. In aflevering 8 nog een quote hebben. Dat zal ook wel gebeuren. Maar aflevering 8 is de finale. Dan komt er na de finale komt er nog één reunie aflevering die zou dan ook een quote moeten hebben of dan zou in de finale een dubbele quote moeten zitten bijvoorbeeld. ja, dus... nou, ik denk dat er inderdaad bij die terugkijk aflevering er zal nog wel een quote kunnen zitten. Ja. ja, ja, dat zou kunnen, maar dan is de mol al bekend uh, in België, want de mol wordt altijd in de finale gewoon al bekend gemaakt. Dus dat zou heel raar zijn. Dus ik gok. Dat er in aflevering 8 misschien wel twee hints komen, denk ik, in de finale. En dan moeten we sowieso maar gewoon komende aflevering afwachten. Want als er dan twee letters bijkomen die we inderdaad ervoor kunnen gebruiken, dan weet je Hazel van nou, dit zou toch maar eens uh, goed kunnen zijn. Ja, precies. Ja. Dus we missen uh, alleen nog maar letters van der en van maulwurf. En dan missen we de volgende letters dml, w-u-f. Dus als we één van die zes, of nou, twee van die zes letters in de komende aflevering toe kunnen voegen, ja, dan moet dit gewoon... Dan gaan we juichen. Dan gaan we zeker juichen. Ja, maar wat een lekker woordje ook. Malwurf. Ik maulworf. Net zoiets als smetteling. Ik vind dat echt een lekker woordje. Ja, nee, echt. Maulworf. Ik heb geen trommelvlies meer over, maar we gaan door. Ja, oké. Okay. De kandidaten komen aan in Berlijn. En uh, het eerste wat ze moeten doen is eigenlijk de molboekjes inleveren. En daarbij vertelt Siel vrienden. Shotje voor de luisteraar. <laughs> ja. Vrienden. Als jullie nu je molboekjes inleveren en jullie gaan uh, deze hele aflevering gaan jullie geen informatie over de mol opschrijven, dan verdienen jullie daarmee aan het eind van deze aflevering 4000 euro. Nou, simpel. En ze leveren allemaal netjes hun molboekje in en ze uh, maken een soort pact. En ze zweren op de leerdammerkaas <laughs> dat niemand iets gaat opschrijven over de mol. En dat is dat. Daar komen we later vanzelf op terug. Dan start opdracht 1 en die heeft te maken met street art. Sim, kun je daar ons wat meer over vertellen? Jazeker. Nou, die opdracht die draaide eigenlijk om uh, zeven bekende kunstwerken. En de kandidaten moesten die kunstwerken gaan fotograferen. ...om vervolgens op replica's uh, de zeven verschillen te zoeken. En nou, dat klinkt dan dat je denkt van... ...nou, is toch helemaal niet zo moeilijk? Nou, er worden ook nog aanvallers ingezet... ...die op de loer staan, die hen kunnen uitschakelen. Dus ma dat maakt het alweer een tikkeltje moeilijker. Je had eigenlijk drie verschillende posities. Je had de communicatie gewoon bij, het, bij de foto van het originele kunstwerk. Kunnen ze dus mee vergelijken. Je had een team dat zoekt naar de verschillen in de replica's. En daarbij... Moesten ze zichzelf verdedigen. Maar er was ook nog een andere rol. Namelijk het ophouden van de aanvallers. door patronen te memoriseren. En volgens mij deed Filip dat als eerste. Ja. ja en die is uiteindelijk ook nooit. in dat gebouw geweest. om uh, die dingen te gaan onderzoeken. Pas later kreeg hij die kans om ja, dat precies. te doen. En dan kon het geld verdubbeld worden. En wat ik nou heel erg opvallend vond. was dat de nadruk heel erg lag op Filip. Dat hij. Uh, daar het verkeerde markeert, namelijk dat raam. Maar aan de andere kant, zeker in de heat of the moment... is dat best wel begrijpelijk als hij die foto erbij heeft... dat hij denkt van, oh, dat is een verschil, die uh, markeer ik. Ja. Dus de nadruk ligt wel heel erg op hem. Maar aan de andere kant zou je ook kunnen denken... de mol die weet natuurlijk, als dit schilderij overblijft... zorgt dat wellicht op, voor verwarring. Ja, en Sven precies. en Annelotte hebben die foto gemaakt die konden zelf het verschil niet vinden waardoor die overbleef. Wat heel raar hè? En wat ik ook heel, was, heel erg he? opvallend vond, ja. En toen Jas ja. Jasmin dat verschil noemde, namelijk die touwtjes, ja. toen begon ze daar helemaal overheen te praten van, Meteen. Een, oh maar wacht ja. die botjes, gewoon echt instant. <laughs> ja, Zo echt bizar. Direct, ja. Sam zei vorige week die zat heel erg Jasmin, Jasmin, Jasmin. Ja, dat klopt. Dus ik deze aflevering natuurlijk extra op Jasmin ga zetten. Ja, ik, ik Ik werd helemaal afgeleid door Lot. Want ik denk, ja, Jasmin die zegt het goed. En Annalot die gaat dan ineens over die, over die touwtjes heen zitten praten. Ja. Ik denk van, ah, oh, damn. En ik moet allemaal op Jasmin letten, want dat zei Sam vorige week. Dus, maar ik, ja, ik was echt helemaal afgeleid. En dan ook nog die Philip die erachteraan. Uh, oh, <laughs> ja. ja. maar Philip doet ook heel vaak wel dingen zo oefsprongelijk fout, maar echt ja. altijd. En toch denk ik, maar goed, dat zei, dat zei ik natuurlijk ook over Sven, aflevering 1, 2, 3, 4, 5. Zei ik ook, ja, Sven kan het. Nou, als het iemand niet is, dan is het Sven. En nu denk ik dus toch zei. langzamerhand ook wel, nou, ja, als die het zou zijn, zou die toch echt wel briljant zijn. Want dan laat hij gewoon iedereen het verkeerde spoor pakken elke keer. Ja. Ja. ja, wat ik vooral ook deze aflevering heel duidelijk naar voren vond komen, is dat die telkens de aandacht op een ander probeert te leggen, voornamelijk op Filip. Constant Filip, ja. wat ben je aan het doen? Filip doet het fout. Dit wordt fout gedaan. Constant op anderen, waardoor de aandacht minder bij hemzelf ligt. Anne Lotte ja. doet dat ook wel, maar minder. En Philip doet natuurlijk heel veel fout, maar dat zou wel kunnen verklaren waarom die zo ver komt, namelijk doordat anderen hem gaan verdenken van ja, die moet de mol ja. wel zijn. Op het forum Holmes, ja die naam is ook wel zeer toepasselijk, die had uh, opgemerkt dat die markering die in de montage wordt gebruikt van die graffiti. het ja. rondje met zo'n streepje aan, dat die wel heel erg verdacht veel lijkt op de markering die Leonard. Maakt eigenlijk de, de andere markeringen lijken er helemaal niet op, maar die van Lennart, dat is haast dezelfde. Oh. En dan kan je je afvragen, ja, waarom gebruikt de productie nou precies die om aan te tonen wat de verschillen in die kunstwerken zijn? Oh ja. Yeah. Vond ik ook wel erg bijzonder. En wat ik ook wel een leuke vond, was dat er op die muur op de achtergrond PDC-rules staat. Ja. Yeah. PDC, dat zijn natuurlijk Philip. de initialen van Philip. maar. Yeah. Aangezien het groene verf is, lijkt het mij eerder dat, ze dat, gewoon, dat de kandidaten dat zelf daar voor de grap hebben gedaan. Ja, en dat, ja, dat het dus ah, geen hint is. Dat zou ook nog niet. kunnen. Ja, dat zou ook nog kunnen. Ja. Of dat Philip dat het zelf heeft gedaan. Ja, precies. Dat zou helemaal... Dat zou helemaal ja, gewoon van ik rule, ik hoppakee. Nou ja, we hebben het dus uh, onder andere over is Philip nou dus juist wel verdacht of is Philip nou juist niet verdacht. Bij al die dingetjes die hij doet. Of wordt hij nou juist verdacht gemaakt? of Zullen we het dan meteen maar even hebben over uh, de dossiers? Zoals ze in België zo mooi zeggen. Wij zeggen altijd dossiers. Wat ik ook weer heel frappant vind. Want wij gebruiken het, het, het Franse woord. En Belgen zijn half ja. Frans. En die gebruiken dan een van nederlands woord. Heel raar. Ja, dat vond ik ook wel grappig. Alle kandidaten krijgen de kans om de dossiers van alle andere kandidaten in te kijken, als ze dat doen. Dan wordt die 4000 euro dus niet verdiend. Maar er staat ook bij, voordat ze de keuze maken, ga ik, ga ik dat bekijken of niet, staat er ook bij uh, verraad wordt beloond. Verraad werd in de DDR beloond, uh, dus nu gaat dat ook beloond worden. Ja, dan ga, ga je zelf als kijker ga je al drie dubbel zitten doordenken. Maar ik denk als kandidaat, daar ga je 16 dubbel zitten doordenken. Ja, je wordt helemaal gek. Ja, je wordt inderdaad helemaal gek. Ja. Nou, ik had verwacht, want we zagen aanvankelijk natuurlijk niet wie er had gekeken en wie niet. Ik had verwacht op voorhand dat sowieso Jasmine had gekeken. Want die naait altijd iedereen erbij, elke kans dat ze krijgt. En uh, bij Philip dacht ik, ja, ik weet het niet. Ik weet niet of die, of die zou kijken of niet. Ik denk dat hij zich de minute het toch wel aan de afspraak houdt of zo. Nou, nee. Nee. Hij... nee. Nee, maar toen hij terugkwam en op die bank ging zitten, je zag gewoon alles aan hem. Van nou, die heeft echt duidelijk zitten kijken. Oh, dat vind ik wel knap dat jij dat dan toch hebt kunnen zien. Dat vind ik wel knap. Ik vol, ja, die was zo, zo gespannen, of zo. En, nee, nee, nee. Ik heb het aan de, aan de, aan de afspraak gehouden. En ik denk, ja, lul. lul. <laughs> ja, en de, de, ik zat dus ook. Er zit best wel een dubbele laag achter, natuurlijk, mocht hij uh, de mol zijn. Want je wil, als je de mol bent. Dat er uiteindelijk iemand wordt aangewezen om dat filmpje te bekijken. En dat er ook daadwerkelijk in die dossiers wordt gekeken. Anders wordt het geld niet uit de pot gehaald. Dus als nee. hij de mol was, dan wil die dat hij zelf gekozen wordt eigenlijk. En dat hij dan in die dossiers heeft gekeken, zodat het geld uit de pot gaat. Want de kans dat er iemand anders uh, gekozen wordt. Dan is de kans natuurlijk groter dat diegene niet in de dossiers heeft gekeken en dat er dus geen geld uit de pot gaat. Oh, maar dat vind ik wel heel interessant wat je nou zegt. Want ik had daar, daar over dat stukje, had ik dus een compleet andere theorie. Oh, nou, daar ben ik ook wel benieuwd naar. En dat is, uh, ik, ik heb het zo bekeken dat de mol wil bij deze opdracht, naar mijn idee, juist niet in het dossier kijken. Ja, om een zodat bot uit hij, te kunnen brengen. Zodat hij een bod kan uitbrengen of zo. Ja. Wat ofwel heel hoog is of extreem laag als die weet, iemand anders heeft al heel veel geboden. Nou. Als je zo iemand als Jasmin in je midden hebt zitten, dan weet een mol ook donders goed. Nou, Jasmin gaat sowieso kijken, want die doet dat met alles. Als ze pasvragen kan kiezen, kiezen pasvragen. Moet er dan 2000 euro uit de pot? Nou, dan, dan doet ze dat gewoon. Ja hoor, hier, hier heb je 2000 mij maar één pasvraag. Dus de mol weet dat aan de hand van haar eerdere keuzes. Dus, dus als ik de mol zou zijn, zou ik daar niet in het dossier hebben gekeken. Wetende nee. dat bijvoorbeeld Jasmin ook nog. Bij de kandidaten zou zitten. Nee, ik zou dat niet doen. Dat denk ik ook. Maar puur omdat je inderdaad een bot zou willen uitbrengen. Maar aan de andere kant, het maakt niet uit hoe hoog een bot wordt uitgebracht. Als er uiteindelijk diegene die wordt aangewezen niet in het dossier heeft gekeken, dan blijft het gewoon in de pot zitten. Dus de mol moet er ten eerste zeker van zijn dat er iemand in die dossiers kijkt. Ja. Maar aan de andere kant moet hij ook zeker zijn. Dat degene die uitgekozen wordt, dat dat degene is die in die dossiers heeft gekeken. En ja. dat maakt het wel weer een stuk lastiger. Nou ja, er kunnen hier dus een paar dingen gebeurd zijn. Er zitten heel veel mensen zitten er op Lennart. Nou, stel dat Lennart de mol is, dan heeft hij dus niet in het dossier gekeken. En dan heeft hij vervolgens 10.000 euro uit de pot geboden, waar onder andere Anne nou furieus over werd, die begon bekant te huilen ook gewoon van kwaadheid en van boosheid en van, die wist het gewoon niet meer. Als Annalotte mol is, chapeau, pet je af, dan is dat echt briljant gespeeld. En Lennart zegt dan daarna om, om zijn eigen hartje een soort van te redden, zegt hij dan ook, ja, maar luister eens jongens, Jasmin heeft 2000 euro betaald voor één pasvraag, Annalotte, jij hebt 5000 euro laten liggen voor vijf pasvragen, Filip. Jij hebt net erin gekeken. Heb je 4000 euro verkwanseld. Dus ja, jullie kunnen nou allemaal wel boos gaan worden op mij. Maar ik kies nou ook eens één keer voor mezelf. Nou, dat vond ik dus echt een hele sterke opmerking. Vond ik echt heel sterk. En ik had echt iets van ja, Lennarts. Jij bent in dit geval echt zo duidelijk de mol. Dat ik aan de ene kant denk van ja. Gaan ze dat zo duidelijk laten zien? Nou, dat... Aan de andere kant denk ik van ja. Hij, hij lult zich er eigenlijk zo goed uit. En het is natuurlijk ook. hij... Heeft als mol natuurlijk voorkennis. Dus hij weet gewoon, hij krijgt gewoon van tevoren ingefluisterd. die heeft in, de, in de, de papieren zitten kijken. Nou ja, dat kan dus. Aan de horizon verschijnt er een nieuw tunneltje. en dat is tunneltje Sven. <laughs> en als ik, oh, nou ja. Vanuit, ja. als ik nou vanuit die tunnel ga kijken. dan zeg ik. Sven heeft ook niet gekeken. Dus die mocht ook een pot uitbrengen. Die is misschien wel als derde bij Gilles terechtgekomen. net zoals dat onze René van seizoen 21: Wie is de Mol Nederland ook een bod mocht uitbrengen en al te horen kreeg... dat er al drie mensen 5.000 euro hadden geboden... heeft misschien Sven dan ook te horen gekregen als mol zijnde. Hé, hey, luister eens. Anne Lotte, die heeft 2.000 geboden. En Lennart heeft 10.000 geboden. Ik denk dat Lennart gewoon heel graag een vrijstelling wil. Dus ja, Sven, wat wil je gaan doen? Zeg het maar. En dat Sven dan zegt, nou, weet je wat? Ik moet wel als kandidaat overkomen, dus ik ga wel hoog zitten. Maar ik ga, ja, dan ga ik alsnog gewoon ruim een onder, tussenin. Ruim onder ja. Lennart. Want 10.000, ja, ik, ik glinnaar die vrijstelling wel. Ja. En 7600 bij elkaar opgeteld is natuurlijk 13. Oftewel, 13e letter van het alfabet de M van mol. Oh. <laughs> ja, ja, daar heb je weer een punt, uh, Sim. Daar heb je weer een punt. Ja, ja. En daarom hebben we jou graag bij de uh, podcastopnames. Alleen daarvoor... Alles over cijfers, dat weet hij. Ja, voor die totaal onverwachte hits. Ja, precies. <laughs> ja, ja Lot biedt bij deze opdracht 2000 euro. Dan denk ik ook... Ja, Lot, hoe graag wil jij dit? Heb jij, <laughs> ja. heb, je, heb jij ooit de Mol België of Wie is de Mol Nederland ooit gezien? Denk ik dan. Ja. Ja, en op zich 10.000, dat klinkt ook wel heel erg veel. Maar aan de andere kant, als je bedenkt dat Filip alleen al... 4.000 uit de pot haalt door in dat dossier te kijken voor een beetje kennis, dan is inderdaad ja, dan valt die 10.000 voor een vrijstelling valt dan nog wel redelijk mee. In ja, Nederland ik, ja. zou het heel veel meer zijn, maar hier bij de mol valt het dan op zich nog wel mee. Het is veel. Ja, maar, maar ze kunnen ook bij, bij iedere opdracht ze kunnen, kunnen ze zo'n beetje 6.000, ja. 7.000 verdienen. Ja, ja daarom. Ja. Dus dan valt het ook wel weer mee. Maar ik moest ook zo ontzettend lachen dat eerst annelotte helemaal uit de naad gaat dat dan Lennart dus inderdaad zegt Jasmin je hebt al dat voor dat geboden en Anelot je hebt 5000 euro gewoon niet in de pot gebracht voor vijf passvragen en dan zie je er zo even naar beneden kijken en dan zegt ze ja bol ja. <laughs> ik vond dat zo mooi dat ze dacht eigenlijk dat jou okay, helemaal kapot zo tegen je zegt van goed gedaan goed gedaan ja. dat vond ik ook heel ja. apart nou, het is natuurlijk ook dat Jasmin uh, wel een dossier heeft geopend dus ze had veel kennis van iemand ja dus degene op wie ze gegaan heeft, is het dan, ja, grote kans van niet. Maar ze verdacht Philip niet, want ze dacht dat de mol uh, niet in het dossier zou kijken. Dus Philip verdacht ze in ieder geval niet. Kan je nee. daaruit opmaken. Nee, precies. Nee, precies. Ja, dan hebben we nog ja. één opdracht niet besproken. En dat is de opdracht uh, met, het, met het vliegtuig, wat in rook opgaat. Uh, Corné, kun jij ons daar iets meer over vertellen? Ja, dat kan ik. <laughs> Jas <laughs> Jasmin en Lennart die mogen gaan vliegen ze hebben, aan het ontbijt hebben ze besproken dat die twee uh, van de grond mogen de andere drie die blijven op de grond ja. en die worden bij een, uh, nee, bij een bunker gezet in die bunker moeten ze bepaalde spellen gaan doen en uh, Jasmin en Lennart die gaan vliegen naar Brussel maar dan wel in een simulator. Eh. Dat was dan weer een beetje jammer. Maar logisch. Ze krijgen een spoedcursus uh, uh, Boeing 737 vliegen. En uh, dan moeten ze dus op een gegeven moment in die simulator gaan zitten. Ze hebben dus de beschrijving nodig van die andere drie om het vliegtuig echt de lucht in te krijgen. Jazeker. Anderenot, Filip en Sven, die gaan dus uh, tussen de vliegtuigjes de juiste papieren zoeken. Nou, die hebben ze eigenlijk best wel snel gevonden. Toch weer bonuspuntjes voor Filip. Ja, hij kan wel iets. Ja, ja precies. Die, die geeft dus door hoe dat ze op moeten stijgen. En dat lukt. Dus ze zitten op een gegeven moment in de lucht. Maar dan krijgen ze dus een melding: van jij, ja, de brandstof is bijna op. Oké, okay, nou, er is weer een opdracht. In de bunker en Annelotte, Philippe Sven, moeten vliegtuigjes gaan vouwen. En die moeten ze door een, een rooster eigenlijk gooien. Waarin het midden kerosine staat. En aan de buitenkanten staan uh, een storm. Een brand in de motor. Uh, tegenligger. Een tegenligger. Dat lukt in eerste instantie niet. Uiteindelijk is volgens mij Anne Lott de eerste die, uh, die hem er wel ingooit. Dus ze krijgen weer wat kerosine bij. Ja. Maar inmiddels hebben ze dus al wel een tegenligger gehad. En hebben ze, hebben ze een storm gehad. En een vleugelbrandje, ja. Ja, wat er heel erg opviel. is dat echt. Filip, die staat zo stom te gooien. Ja, die gooit echt... maar echt. Je denkt, nou, voor zijn mikt hij niet eens. Voor zijn mikt hij echt alleen maar op de dingen eromheen. En het was ook heel typisch dat er ineens. voor zijn moest brand moest nog gebeuren. En waar gooit hij in? Brand. Ja, ja precies. Oh. <laughs> en dan. En dan uh, nee. de irritatie van Sven ook is ja. zo mooi. Allee ja. jong. heerlijk. Vouwen ze een normaal vliegtuigje en ja, ja, mik op die andere, want dan komt hij tenminste wel erin. En nou, uiteindelijk hebben ze dus weer genoeg keren gezien om door te vliegen. Maar ja, dan moeten ze dus gaan landen, want ze zijn bijna in Brussel. Dan moeten ze uh, in de bunker, moeten ze een vliegtuigje vouwen, dan moeten ze met een bord achteraan lopen, dan moeten ze een parcours lopen en die moeten ze dus laten zweven. Ik ga het niet nadoen, want het lijkt me onmogelijk. Maar op een of andere manier lukt het ja. aan de lotus wel. Nou, ja. Ja, dat vond applaus, ik ook. Want de, dat vond ik applaus cool. waard. ja, inderdaad. Uiteindelijk uh, willen ze die instructies doorgaan geven. En uh, iemand in de cockpit maakt een fout. Of dat dat uh, Lennart is geweest of Jasmine, dat is niet echt helemaal duidelijk. Maar als je in de Lennart-tunnel zit, zou dat natuurlijk Lennart heel goed geweest kunnen zijn. Want er ging een alarm af en daar werd eigenlijk gewoon niet op gereageerd. En op een gegeven moment horen uh, Annelotte, Filip en Sven horen niks meer. En dan blijkt het vliegtuig dus, dus te zijn neergestort een paar honderd meter voor de landingsbaan. Ja, nou ja ik En denk... hebben ze dus geen geld verdiend. Nou ja, dat hè. Ik denk dat ik ongeveer wel weet wat er, wat er fout is gegaan in de cockpit in die laatste paar momenten. En dat is dat Jasmin liep daar ontzettend te kloten. Dus ik kan niet meer bij de pedalen ineens en... Ach, laat dat alarme afgaan. En allemaal dat soort dingen. Dat ik, dat ik ook dacht, oké. Okay. Omdat jij zo zei van, je moet op Jasmin letten. Ben ik dus heel erg op Jasmin letten. En ik zat echt op, ja nou, ja zie je wel. En, en ook dat, 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 dat de, de verkeerstoren zegt, hello mol 737. En dan zegt zij, yes heer mol 737. Ik denk nou, wat een duidelijke hint. Het eerste wat ik dacht toen zij een rood scherm kreeg was... Ah oh, nee, daar gaan we... en toen dacht ik: Oh nee, wacht, dit is heel fijn, want dan kan ik haar afstreven. <laughs> ja. Nou, het eerste wat ik dacht was: Sam, ik moest voor jou op uh, Jasmin gaan zitten letten. Ja, maar je moet toegeven, ze werd met de aflevering gekker. Ja, dat klopt, want ze is me eigenlijk nooit heel erg opgevallen. En Dus ik ging nou extra opletten. Ja, dan valt ze deze heel erg op. Ja. Nee, waarom ik denk dat dat alarm is afgegaan, is omdat ze veel te dicht bij de bomen vlogen. Dat is volgens mij de hele reden dat dat alarm afging. Met andere woorden. Dat klopt. Je komt zo meteen in contact met iets. Dus pull-up, pull-up. En dat doen ze dan gewoon ja, niet. Ja, Want dat zei ze ook, ja. Ja, en dat zou misschien voor Jasmin uh, een oh. reden zijn om dan Lennart uh, te verdenken. En ze is natuurlijk ook niet alleen de hele tijd in dat vliegtuig met hem samen geweest, maar ook die eerste opdracht was ze de hele tijd met Lennart. Dus de kans is groot dat ze hem daar in de gaten probeerden te houden en te kijken van, nou, wat gaat hij doen als ik hier uh, ook ga zitten klooien. Maar ik moet zeggen, ja, de Lotte, deze aflevering, ja, ze, ze, ze verdwijnt eigenlijk deze hele aflevering gewoon van de radar of zo. Ja. ja, en wat ik ook een beetje vond, ik zat een beetje te twijfelen, wat is nou de beste positie voor de mol bij deze opdracht? Je hebt natuurlijk in het vliegtuig heb je direct invloed op of er geld wordt verdiend of niet. Ja. Want als het vliegtuig krijgt, ja, is er, wordt er geen geld verdiend. Um, de, het, het andere gedeelte van de groep, die kan wel heel veel doen, maar die hebben geen invloed eigenlijk op dat er geld wordt verdiend. Ze kunnen de anderen wel moeilijker of makkelijker ja. maken. Tijd rekken, ja. Precies. Ja, er wordt niet direct geld verdiend. En we bijvoorbeeld een annelotte doordat. Vliegtuigje door dat parcours heen te halen. Toont ze heel veel goodwill... Van kijk, ik ben een goede kandidaat, maar direct levert het eigenlijk helemaal niets op. Nee, dat en klopt. Dat vliegen, dat was misschien al gewoon gedoemd om te mislukken. Zeker omdat er zoveel factoren zijn en het landen gewoon heel lastig is. Er ook nog allemaal moeilijkheden bij komen. De kans was best wel groot dat het al fout zou gaan. Nou ja, ik, um, vond, ik vond dat er dus best heel erg veel afhing in die bunker. Dat er ontzettend veel afhing van geluk, ook gewoon. Ja. ja. Dus je kunt wel zeggen: Ik vond uh, Filip hier heel verdacht, of ik vond Sven hier heel verdacht. Maar aan het einde van de dag komt het, komt het aan op: Ik gooi een random gevouwen vliegtuigje. Ja, die kan je niet uh, hem, hoe die gaat. Nee. nee, en ik gooi hem wel de goede kant op. Maar ja, of die daaruit komt, ja, uh, geen idee. Dus. Nee. Ja, dat vind ik dan wel lastig bij dit soort opdrachten. Dat ik ja. denk, je kunt alleen wat wezenlijk zeggen over de mensen in de cockpit, eigenlijk. Dat ze dan heel makkelijk zeggen, ja, we hadden eigenlijk best wel naar de, naar de verkeerstoren contact op kunnen nemen. Want we hadden misschien toch nog 500 gehad. Dacht, ja, daar kom je dan achteraf mee. had het dan gewoon gelijk gedaan. Ja, dat dacht ik ook. Ja, ja goed, als, als Lennart inderdaad wel de mol is. En uh, dan zou hij uh, dat toch inderdaad proberen. Van, ja, we willen, zullen, we dan toch maar, zullen we dan toch maar naar die verkeerstoren contact opnemen? Want... Dan gaat, die, dan gaat die geldteller naar beneden lopen natuurlijk. Hè? En dat is wat de mol wil. Jawel, maar dan kan die gewoon beter met haar meegaan in het feit dat zij zegt: ah oh, joh, we wachten wel af. En dan, dan weet hij toch wel, ja, als we nog langer moeten wachten, dan crashen we sowieso prima. Ja, maar voor hetzelfde geld was, was, was dat wel goed gegaan. Ook al hadden ze zeg maar, even, nog even afgewacht. Ja, voor hetzelfde okay. geld hadden ze, hadden ze wel een goede landing gehad en dan hadden ze bijna 5000 euro uh, gewonnen. Ja, en daarmee zijn we uh, aan het einde gekomen van deze aflevering van Tunnelvisie. Maar niet voordat ik de vraag der vragen heb gesteld. De twee vragen natuurlijk. Cordé, wie is op dit moment absoluut de mol? Uh, ik vind die hint van jou leuk over Sven, maar ik ga toch nog steeds op Lennart. All right. wie is de mol? Hmm, ik zeg voor nu Sven. En dan vooral omdat hij de aandacht constant van zich af uh, aanhaalt. Ja, ik ga ook... Uh... Mijn nek omhoog steken. Ik, uh, ik weet niet wat ik aan het doen ben, maar ik ga ook Sven zeggen. Oh, nou wordt het wel heel spannend wat de komende aflevering ook gaat gebeuren met die letters, hè? Absoluut, absoluut. Ja. En daarna hebben we, godzijdank, ook nog de finale. Totdat we het echt weten. Dus dan kunnen we nog, we kunnen nog één keer switchen volgende week. Ja, Jamar, precies. Dat is nog toegestaan. Nou, is, wie weet switch ik nog even naar Filip dan. Ja, precies. Corné, wie is absoluut niet de mol? Ja, 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 nou ja. Ja, ik vond die hint van jou best wel sterk. Dus uh, vorige week zei ik Sven dat er absoluut niet de mol was. Daar ben ik nu ineens vanaf gestapt. Ik zeg nu <laughs> aan de lot. Ja, daar ga ik me. Dat is misschien niet handig. Ga ik me ook misschien niet populair mee maken. Maar ik kies dan <laughs> toch voor Lennart niet de mol. Oh, jij yeah, Sim goes where no man dares to go. Ja, dat is heel gevaarlijk. Maar dan voornamelijk met het idee dat dan Jasmin waarschijnlijk nu Lennart verdacht. doordat ze daar zoveel mee. Uh, heeft gedaan en in die cockpit heeft ja, gezeten. Ja. Ja, ja dat, is, dat, dat is ook wel wat ik denk, maar ik durf nog net niet <laughs> Lennart op, op nee. absoluut niet te zetten. Voor mij is. Philip, absoluut niet de mol. Heb jij zelf nou wat te melden voor ons Tunnelvisie de Podcast? Dan kan dat natuurlijk via de socials: Tunnelvisie Podcast op Instagram. Of je kunt ons een bericht sturen naar de molfoon. Dat kan. Als spraakbericht, of dat kan gewoon als tekstbericht, 06 2516 4802. En voor de Vlamingen onder ons 0031 6 2516 4802. Ik zou zeggen heel graag tot de volgende keer. Doei doei! doei.